Kickboxer. Hoogmoot is het van onze school Saskia van Rijswijk. Die vecht dus tegen de wereldtitelhouder, houdster, full contact Lily Urquidis. Dat meisje dat is kampioen van Amerika gewoon boksen, het Engels boksen. En tevens ook dus wereldkampioen full contact. Ontzettend goed meisje. En nou ja, zes van ons is ook goed. Die is wereldkampioen kickboksen. En deze twee bestrijden elkander. Verder hebben we dus als hoofdpartij Robbie Kammen van Mijirogim. Die vecht tegen de man van het meisje. Dat is staat derde in Amerika met boksen. En verder ook op kickboksgebied een fenomeen. Dus dat belooft twee verschrikkelijk spectaculaire partijen tegen Amerikaanse tegenstanders. Verder hebben wij dus van onze school Semper Coban, die naast je staat. Dat is Tunkai Coban, 21 jaar. Die vecht dus een partij tegen de kampioen van Frankrijk, Le Couès. Het is die donkere jongen? Nee, het is ook een blanke jongen is het. Nou, ik grijp hier eens naar hem toe. Ken je je tegenstander of niet? Nou, ik heb wel veel van hem gehoord en ik kon hem net niet zien vechten. Ik heb tegen een van zijn tegenstanders gevochten toen in Frankrijk en het was onbeslist, maar ik heb hem zelf nooit zien vechten. Is hij goed? Het blijkt wel dat hij goed is, want hij heeft tegen de goede jongens gevochten, dus hij heeft altijd verstand gehouden. Dus, ik zal toch maar een prognose vragen. Heb je vast zelfvertrouwen, denk ik, gewinnen? Ja, zelfvertrouwen heb ik nu wel, ja. Veel zelfvertrouwen, ja. Dus je gaat winnen? Nou, dat zeg ik niet, maar ik doe wel mijn best. Ik train er veel te hard voor, eigenlijk, ja. Ik train nou elke dag. Alles goed met je? Helemaal geen probleem, nee. Als het zo goed gaat, dan doe ik het wel. Ja? Ja. Oké, nou succes, vier op wil dan. Bedankt. Ja? Volgende ton is... Het is Jamali, momenteel de W-kampioen van Nederland. Deze heeft dus tegen Le Couès gevochten in Frankrijk. Ja. En heeft daar onbeslist tegen, of gewonnen op punten. Ja. Sorry, hij heeft gewonnen op punten. En eigenlijk de tegenstander waar hij nu tegen vecht, dat is dus Mikase. En die heeft onbeslist gevochten tegen Coban. Le Couès en Mikase, die twee, die ontlopen elkaar niet veel. Die vechten altijd om de Franse titel. En hij vecht dus nu tegen Mikase. Als je in die echte top terechtkomt, dan kom je toch altijd weer dezelfde mensen tegen. Dus in feite toch maar een vrij kleine bovenlaag. Absoluut. De beste jongens, dat is een groep, die zoekt elkaar steeds weer op. Er komt dus wel eens een nieuwe tussen. Maar op dit moment is de tendens zo dat de klasse is niet veel verschil in. En daar hoort Jamali ook. En Jamali is een topjongen op dit moment. Ja. Is het zo? Ja. Ja. Wat zij niet zegt, het is gewoon. Hoe voel je jezelf? Want ik heb net ook al gevraagd. Gewoon hard getraind. Ik voel me gewoon lekker. Je bent niet voor de wedstrijd. Ja? We hebben niet zenuwachtig, niet bang van de volle staat van. Gewoon winnen. Natuurlijk. Ja? Aan de wedstrijd toe blijven. Hard trainen. Denk je dat je de hele wedstrijd moet vechten of dat je het voor die tijd kan beslissen? Nou, dat kan ik nooit van tevoren zeggen. Dus je moet nooit onderschatten. Het is een Je hebt er nog wel een handje van om... om erg hard te slaan, erg hard te schoppen, dan blijven ze nooit zo lang staan natuurlijk. Je weet me nou geen incasseringsvermogen voor die jongen er is. Dus dat is een beetje een doorlover omlaag. Ik hoop dat het 5 ronden. Ik hoop dat het een paar ronden duurt, maar ik denk dat het 5 ronden wordt. Dat is voor het publiek natuurlijk wel het leukste, dat het 5 ronden duurt. En daar sta je voor. Daar staan we voor. Goed zo, bedankt en succes. Hè? Neusje van de stallen. Dan kijken we beginnen op te lachen. Ja, Tom. De lachen is Saskia van Rijswijk. Ga hem maar even opzoeken uit de kleedkamer. Ja, die komt zo. Hey, die partij van Sas, daar wil ik toch nog even over terugkomen. Ze heeft tegen het thuismeisje gevochten, daar heeft ze die wereldtitel bij gehaald. Daar heeft het al eerder over gehad in Peter Jan Sportshop. Dat was toch een beetje een partij waarvan je kon zeggen van ja, dat meisje is verschrikkelijk goed in Thailand, maar hier niet zo goed voorbereid, niet zo serieus. Maar nu komt ze tegen de schoonzuster van Benny Urquidis, die getraind wordt door Benny Urquidis. Ah, het is het zusje van Benny Urquidis. Oh, ik dacht dat ze getrouwd was met een man. Nee, het is een zusje van Benny Urquidis en ze is getrouwd dus met een vriend van hem. Maar in ieder geval een verschrikkelijke zware tegenstander voor Sas. Nou, het is een familie dus. Het is een professionele vechtfamilie. Haar moeder, een oudere vrouw, is een professioneel worstelaar. Haar broer, de Benny Urquidis, is wereldberoemd. Dus is een verschrikkelijke goede vechter. Altijd in Japan gevochten. Ik zeg ze zwager, ze vrienden. En zij ook. Zij heeft meer dan 35 wedstrijden weg. De meeste in Japan gevochten. En ook de meeste voortijdig beslist op knock-out. Op knock-out? Ja, ze staat bekend. Verschrikkelijk goed kunnen om boksen. Een
inzet. En ze zijn hard, het zijn Mexicanen, die zijn tough, zoals we dat noemen. Ze zijn niet neer te krijgen. Dus ik dacht wel dat dit de zwaarste partij wordt die Saskia ooit gehad heeft. Saskia is ook erg geconcentreerd, hè, daarvoor. Ze is er heel, heel erg lang, heel zwaar mee bezig. Ja, dus kijk, net wat ik zeg, die wereldtitelgevecht tegen dat Thaise meisje. Hebben een hoop mensen gezegd, het is een koekenbakker en ze kon niks, dat meisje. Maar ja, dat zeggen ze gauw en zij trekt zich dat aan. Dus ze wil nu bewijzen tegen eigenlijk een meisje die op papier sterker is dan zij. Ze is 27 jaar, dat vrouwtje. Het is een professional, ze vecht voor het geld om zich nu te kunnen bewijzen dat zij dus ook verschrikkelijk goed is. Goed. Waar een tegenstander voor je? Ja, zeker. Met een van de zwaarste partijen, denk ik. Ben je niet bang, hè? Nee, ik ben niet bang, maar ik weet wel dat het heel erg moeilijk voor me wordt die avond. Je moet mij inlopen, niet met je kind praten voor de kamer, zoals je de vorige keer zei. Nee, maar vorige keer kon het wel, omdat ze in de hoek bleef, maar dan pas ik nu nog voor. Ja. Heb je, kun je haar stijl vervechten erg goed of niet? Van horen zeggen, van filmbeelden? Nee, ik weet alleen dat ze heel goed kan boksen. En ze is allround, dat wil zeggen dat ze zowel met trappen als met haar bokstechniek heel goed is. Doordat ze uit de vechtfamilie komt. Dus je kunt je eigenlijk niet aanpassen van tevoren. Je zegt van ik moet op zo'n manier tegen haar vechten of ik moet dat niet doen of dat wel doen. Nee, gewoon keihard er tegen. Dat zeg je altijd gewoon keihard er tegen, hè? Ja. Hoeveel rondes moet je vechten? 5 rondes. De conditie van het meisje, denk je dat die erg goed is? Ze trainen natuurlijk heel veel en heel lang, hè, altijd. Nou, ik denk niet dat ze ongetraind hier naar Nederland zal komen. Ze weet wel wat er te koop is in de wereld. Ja. En vooral omdat ze opgehuurd wordt door de broertje en door haar man. Ze wil goed voor de dag komen. Ja, dus het is ook niet zo dat je denkt van nou, ik hou het een beetje af die eerste 2-3 rondes en dan sla ik in de laatste rondes toe omdat ik zo'n goede conditie heb. Zo zit het niet. Nee, ik moet zowel met punten als proberen knock-outs misschien te forceren vanaf de eerste ronde aan de gang gaan. Maar ja, ik moet ook mijn conditie verdelen, want als ik me in de eerste ronde leegsla, dan heb je kans dat je de tweede ronde te veel punten mist. Ja. Het zijn snelle mensen, die Mexicanen, hè? Ze zijn hele snelle vechters, hè, Piet? Ja, ze zijn gewoon heel geroutineerd en ze traint al heel lang. Niet dat het altijd wat wil zeggen, maar zij is nooit echt gestopt met trainen. Dus het is ook de hobby, dus ze vindt het prettig om in die ring te vechten. En vooral in Nederland, een ander land. En ja, in Amerika heeft ze ook de naam te verliezen, want alles wordt overgezijn natuurlijk. En jij hebt straks ook een naam te verliezen natuurlijk. En een wereldtitel. Jawel, maar ik moet gewoon bewijzen nou dat ik ook 5 rondes kan draaien. Niet altijd een eerste of een tweede ronde. Mensen denken vaak dat de partij in elkaar gezet wordt. Of dat het geen echt gevecht is. Of dat het meisje omgekocht is. Of dat ze te licht is. En nou is alles tegen mij. Dus ik vind het gewoon prettig als ik die 5 rondes door kan komen. Ja, maar ik heb, als je dat kan helpen, heb ik toch liever dat je het een beetje vlug afmaakt, hoor. Want het is voor mijn zeden ook niet het beste als ik dat zo maar door zie gaan en door zie gaan. Dus wat mij betreft mag je er meteen een eind aan maken, hoor. Meteen het begin. Nou, als het lukt, dan vind ik het ook wel prettig. Oké, Sijs, bedankt. En succes. Tom, succes. Nou, ja, Messi, ik wil nog even zeggen, dus wat betreft de kaartverkoop, dat gaat dus ontzettend hard. Er kunnen ongeveer 4.500 mensen in. Maar ik zou echt de mensen aanraden om zo snel mogelijk kaarten te komen halen. Of hier in Tsjakriki of bij mijn Giro Game, dus Jan Ples. 4.499 kunnen er nog in. Ja, die kunnen erin, ja, want jij bent er ook bij. Ja. En natuurlijk, jullie komen opnemen, heb ik gehoord. Dat is te gek natuurlijk. Maar ik dacht wel dat het echt een spectaculair programma wordt. Want buiten onze vechters, de andere vechters, de beste B-vechters van Nederland, die vechten dus tegen de beste B-vechters van heel Europa. Er komen Engelsen, Duitsers en Fransen natuurlijk. Hoeveel partijen in totaal hebben? Er zijn 16 partijen in totaal, waarvan 3 A-partijen. Okay. Ik heb nog vergeten te noemen Brilleman, die vecht dus ook een A-partij tegen de Franse kampioen Essesima. Dat is een Safat kampioen. En voor de rest zijn het dus allemaal B-partijen. We gaan het één keer. India bij de hal, 4 april, aanvang. Om 8 uur. Maar ver voor die tijd moeten ze kaarten bestellen waard. Nou, dat zeg ik bij Dojo Tsjakriki van Halstraat 52. Of de andere voorverkoopadressen die op de poster te zien zijn, die jullie direct tonen. Ja, dat is zo. Oké, Don, succes. Hartstikke bedankt. En tot 4 april. Merci.